Ik ben Gudrun en ik werk bij de opvoeders in de opvoederssector. Wij komen naar Brussel omdat het wel erg belangrijk is dat we niet met nog minder middelen meer mensen moeten begeleiden. Dat we echt wel kwalitatieve zorg willen bieden. Op deze moment vallen alle lage scholen, alle allochtonen, alle mensen die moeilijk, op deze moment al moeilijk aan werk kunnen vinden, worden nog eens dubbel gestraft door de Vlaamse regering door het wegnemen van tewerkstellingsmaatregelen. Zodanig dat ze in een leeg zwart gat terechtkomen zonder enige toekomst. De Vlaamse regering zegt wel van oké, we gaan jullie begeleiden naar werk, maar we zien dat er geen jobs zijn. Niet voor lage scholen en zo verder. Men investeert niet meer in mensen. Wij zijn hier van het Witgerkruis Limburg en ook de andere provincies zijn hier aanwezig. We vinden het heel belangrijk om te reageren omdat wij tegen een gezondheidszorg zijn die op twee sporen niveau gaat zijn. Wij willen dat onze patiënten het goed hebben, we willen daar ook voldoende middelen voor hebben en ja, daarvoor komen we op straat. Ik ben Francine Belkes, ik werk voor landelijke thuiszorg. Ik ben 64 jaar, ik werk nog voltijds als verzorgende, maar dat is dankzij de ADV-dagen, extra verlof dat ik dat kan. Wat is belangrijk voor de gezinszorg? We moeten allemaal langer werken. De psychiatrie, de ouderenzorg, de kinderopvang, de handicaptenzorg wordt meer en meer naar de thuissituatie doorgeschoven. Dat wil ze dus zeggen meer uren voor ons, maar we krijgen er minder gesubsidieerd. Wat gebeurt er ook? Er gebeurt taakuitzuivering. Dus de verzorgenden zouden alleen nog verzorgende taken mogen doen. Dat wil ze dus zeggen 4, 5, 6 gezinnen per dag. Wij willen dat de poetsdiensten die ons poetstaken gaan overnemen, dan ook wel heel duidelijk meer subsidies krijgen. En wij willen absoluut geen commercialisering in de zorg. Vanuit de sector van de ziekenhuizen wensen wij ten eerste dat wij nog, er moeten meer jobs komen. En voor die meer jobs hebben wij nog geld te goed. 30 miljoen van dit jaar en 30 miljoen volgend jaar. Dus wij wensen dat geld. En het tweede is dat wij dus een nieuw CAO willen. Over een periode van meer dan 2 jaar, dus een CAO over 5 jaar.